Nou, hier komt naar mijn mening een baan met uitstek waar die motor gaat bepalen. En als dat niet zo is, dan denk ik dat Mercedes niet meer het topteam is wat iedereen denkt dat ze zijn. Welkom bij Slipstream, het autosportprogramma van RTL GP. Iedere week op ons YouTube-kanaal RTL GP. En als je nou helemaal klaar bent met kijken, vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Maar dat is allemaal voor straks. Het was een mooi weekend in Frankrijk. Het wordt misschien ook een heel mooi weekend in Frankrijk. Maar Kees, de 24 uur van Le Mans, ik blijf het mooi vinden. En we beginnen altijd met top en flop. Nou, ik vind top gewoon de 24 uur van Le Mans. Ja, en dan vind ik bij deze 24 uur van Le Mans het rijden van Alonso top. Ja. En wat hij gedaan heeft, ze hebben het natuurlijk met z'n drieën, maar hij heeft er wel een enorme bijdrage gedaan aan zijn eigen overwinning of aan de overwinning van Toyota. Dus de top Alonso. Ja, want ik wilde wel op doorgaan voordat we naar de flops gaan. Ik heb een staartje gezien, Kees. Ze hebben alle drie ongeveer evenveel ronden gereden. Het leuke is dat Buemi en Nakajima eigenlijk allebei in hun snelste ronde sneller waren dan Alonso. Maar als je over alle ronden kijkt, dan was Alonso weer sneller dan Buemi en Nakajima aan dezelfde auto. Is misschien een beetje geflatteerd omdat je ook een beetje geluk moet hebben gehad met slow zones. Maar ze nemen de beste, ik geloof de beste 40 ronden, daar was Alonso een halve seconde sneller gemiddeld dan die andere twee. Ja, en bij vlagen in bepaalde condities was hij tot 4 seconden sneller dan de concurrentie. Ja, maar het was ook zo mooi, man. Want hij was tijdens de trainingen begon het een beetje te regenen. Er was één man die wilde rijden, dat was Alonso. Precies, precies. En gewoon Alonso top. Ja. En nu nog, ik heb daar zo mijn persoonlijke bedenkingen bij. Maar ja, nu volgend jaar de Indy 500 winnen. Ja, en nog een keer Le Mans misschien ook, weet jij. Misschien wel, ja. Ja als de tegenstand zo blijft, gaat dat zeker lukken. Ja, heb je nog een flop meegemaakt dit weekend, of niet? Nou, niet zozeer dit weekend, nee. Maar wel deze week. Ja. Ik vind het een enorme flop, om niet te zeggen een schande, dat er nog steeds geen nieuwe reglementen voor de Formule 1 zijn. Dat had al lang moeten zijn. Er was een datum voorgesteld. Het is uitgesteld. Het is weer uitgesteld. Ja, dat vind ik eigenlijk. Dus dat is niet zozeer van één dag. Nou ja, we zijn er iedere week. Dus ik bedoel. Ja, maar dat vind ik toch wel, moet ik noemen, als de flop van deze periode. Ja, en dan ga ik toch weer terug naar Le Mans met mijn flop. Want we zijn niet altijd even aardig voor Pirelli als het gaat om banden in de Formule 1. Maar ik heb een nieuw slachtoffer gevonden. Lekke banden in Le Mans. Het waren allemaal Dunlops. Maar dat was wel een flop. En ja, Kees, het is heel apart. Maar alsof de duvel ermee speelt. Al die Dunlops. En dan weet ik wel, het is moeilijk op Le Mans. Want je begint met een lage bandenspanning. En je krijgt meteen die enorme krachten op dat rechte stuk. Maar het kan toch geen toeval meer zijn dat Michelin zo sterk is dan in dit geval? Dat is zeker geen toeval, dat is kwaliteit. Hè? Maar ik had me voorgenomen eigenlijk niets over banden te zeggen. Nee, maar dan doe ik het even. Ja, precies. Dat is aan jou gegund. Dus als we volgend jaar als team weer naar Le Mans gaan, iemand, en je hebt dat idee, doe mij een lol, neem lekker Michelin banden. Ja, op wel Kees voor Bridgestone, dat mag ook nog. Le Mans in het algemeen, Kees. Het was natuurlijk helemaal fantastisch. Ik heb er weer een hele week genoten. Ik kan niet wachten op volgend jaar. Alonso zegt, zouden we iedere 3 weken zo'n race moeten houden? Ja, dat kan ik ook begrijpen. Als hij dan ook iedere drie weken wint, hè, dat is dat beter dan de laatste 3 jaar in de Formule 1. Ja, wat wil je van mij horen? Ik heb altijd gezegd, Le Mans is de enige race die prachtig is, alleen al het meedoen. Ja. En of je nou eerste wordt, hè, dat is natuurlijk iets mooier, of dat je 10e, 12e, 15e, het maakt niet uit. Als je de finish haalt na 24 uur, dan ben je voldaan en dan heb je ook wat volbracht. Dus het is een geweldig evenement. Ja. Iemand die het niet helemaal met me eens is, die daar een hele rare, die sprak ik op zondagochtend, gewoon Pablo Montoya. Ik zei, joh, je maakt hier je debuut. Is dit wat je ervan verwacht had? En toen zei hij letterlijk,
ja, dit is de meest rare race die ik ooit gereden heb. Hij zegt, ik rijd 2 minuten achter mijn voorganger, 2 minuten voor die andere die achter me ligt. En het team zegt iedere keer maar dat het heel goed gaat. Hij zegt, ik ben gewoon maar helemaal het licht uit de ogen aan het rijden. En ik zie niemand, maar we gaan wel steeds vooruit. En hij zegt, ik vind het echt een hele rare race. Ja, nou ja, dat is het ook natuurlijk. Ja. Hè? Maar aan de andere kant, nee, ik heb ook genoten, vooral in de GT-klasse en ook LMP2... hoe dicht ze bij elkaar zaten, hoe lang ze elkaar volgden. Dat was hartstikke, ja, puur racen. Een kleine tegenvaller voor mij, maar dat is gewoon mijn verwachtingspatroon. Ik had verwacht dat de privé LMP1's toch iets meer tegenstand zouden geven. En dat viel een beetje tegen. Ja. En ook dat daar de meeste uitvallers waren. Dat viel mij tegen. Maar verder, geweldig evenement, kan niet stuk. Ja. En ik denk die 200.000 plus mensen, dat die ook weer genoten hebben. Ja, nou, absoluut. En volgend jaar zijn we er gewoon weer 24 uur live bij. Dus zet het maar vast in de agenda. Jij was niet op Le Mans. Maar je was wel bij een mooi evenement, Kees. Ik was bij een heel mooi evenement. Een emotioneel evenement en een prachtig evenement. En, voordat ik verraad waar ik was, een aanrader voor iedere fan. Ja. Ben je fan van Michael Schumacher geweest, dan is het absoluut een must. Ja. Was je dat niet, raad ik het toch aan om te kijken. Alleen al het feit naar de designs, het ontwerpen van de auto's die daar staan. Heel wat anders dan wat we tegenwoordig voorgeschoteld krijgen. Maar ik was bij de opening van het Michael Schumacher Museum in Keulen. En dat was een eer voor mij om daar te zijn. Er waren een aantal mensen uitgenodigd, waaronder bijvoorbeeld Luca de Montezemolo. Zo, en dat was geweldige belevenis. Ja, we zien daar de helmen en de pakken, alles wat daar hangt. Ik zat eerder dit jaar bij Corinna Schumacher en toen zaten we met die helmen en pakken. En die Michael die heeft alles gelabeld. Hè? Als daar staat een pak van de Grand Prix van Spanje uit 1996, dan is dat ook van die Grand Prix. En dan heeft hij dus, zeg maar thuis had hij een rijtje van zijn schoenen, zijn brandvrije ondergoed, zijn pak, zijn helm. Alles hoort bij elkaar. Nou, dat is ook daar te zien. Ja. De helmen zijn er te zien. De rode pruik die hij toen als verrassing droeg. Bekers die hij gewonnen heeft. Wat me opviel, dat de bekers in het verleden toch wel heel erg mooi, laten we zeggen, kunstwerken waren. Er zijn hele interessante en leuke films uit het verleden. Nou ja, en een unieke collectie van raceauto's. Ja, en gelukkig was de Montezemolo daar, want daar had je tenminste ook nog ruimte om de quote van de week eventjes aan te stippen. Nou, inderdaad, want zoals altijd, is een artiest, een geweldige persoonlijkheid. Hij was, van de mensen die dat niet weten, hij was de baas van Ferrari ten tijde van Michael Schumacher, Jean Todt en de tijd dat jij daar dus de band mond. Ja, en hij was natuurlijk de teammanager in de andere glorietijd van Ferrari, toen Niki Lauda daar reed. Hè, toen, dus dat moeten we ook niet vergeten. Maar hij liet daar een spreuk los, waarvan mijn oren toch een beetje, waarin die zei van de huidige Ferrari-leiding is jaloers op de successen die in het verleden gehaald werden en daarom nemen ze rare beslissingen. Toen dacht ik, nou, ja, ik weet niet of dat waar is, maar het is een invalshoek. En dat vond ik wel de quote van de week. Ja, ik denk niet dat hij echt nog heel veel warme banden heeft met de leiding van Ferrari, Kees. Zo te horen, ook, nee, geloof ik dat ook niet. Heeft Montezemolo niet ook nog dat WK voetbal georganiseerd waar Nederland niet zo goed presteerde? Ja, dat is lang geleden. Maar ja, dat heeft hij georganiseerd. Ja, en heeft ook nog wat met Alitalia gedaan. Hè, dus maar dat was ook niet zo succesvol. Goed, het programma draait natuurlijk om Formule 1 ook. En de Formule 1 gaat terug naar Frankrijk. Het is wel mooi. Alonso die hoeft er volgens mij alleen maar in de TCV te stappen van Le Mans zo naar Marseille en kan richting Paul Ricard, want daar gaan we racen. Ik vind het mooi dat de Formule 1 terug is in Frankrijk. Hè? Daar, we hebben het altijd wel over Engelse en over Engelse autosport, maar Frankrijk is de historie, de eerste Grand Prix. Exact, ik wilde net zeggen, ja, dus je haalt de woorden uit mijn mond. In Frankrijk moet geraced worden met Formule 1 auto's. Want daar heeft de eerste Grand Prix ooit, hè, niet Formule 1, dat de mensen weer komen en zeggen ja. Nee. Maar de eerste Grand Prix werd in Frankrijk verreden. En dat hoort daar. Daarbij komt dat ook Frankrijk qua reglementen, dus ook op basis van de FIA,
eigenlijk de bakermat is van de internationale autosport, laten we het zo noemen. Ja, dat hoort daar te zijn. En het is jammer, maar je kan zeggen beter laat dan nooit. Dus eindelijk zijn we weer terug. Ja, en dan op Paul Ricard. En ik moet zeggen, dat vind ik toch wel gaaf. Ik vind het, ja, misschien ben ik te veel purist. Ik vind het jammer dat er een chicane op dat lange rechte stuk zit. Want misschien is dat met Formule 1 auto's wel niet meer van deze tijd. Maar dat lange rechte stuk, dat Mistral en dan die snelle rechterbocht. Ja, het circuit heeft toch echt wat, Kees? Ja, dat heeft dat. Ik ben ook heel benieuwd naar deze Grand Prix. Hè? Want omdat we zo lang niet daar geweest zijn, heeft eigenlijk niemand gegevens. Dus nu komt toch een beetje aan op weer het vinger om af te stellen. Er zijn niet zoveel, is niet zoveel informatie. Het is, was en is een buitengewoon interessant circuit met die lange snelle bochten. En dus veel belasting. Nou ja, het rechtstuk is dan iets langzamer geworden. Maar de baan zelf is buitengewoon interessant. Ik vraag me ook af met de toeschouwers. In het verleden kwam er eigenlijk geen hond kijken. En er was ook de faciliteiten niet. Ik weet niet wat ze daaraan gedaan hebben. Dus in alle, met alle aspecten een bijzonder interessant weekend gaan we tegemoet. Ja, want ik heb daar vorig jaar gereisd met de historische groep C-auto. Je hebt daar een heel snel stuk, maar ook hele langzame stukken. En wat mij vooral opviel, de linkerachterband en de linkervoorband, ze slijten nou echt twee keer zo hard als ergens anders, Kees. Nou ja, dat klopt. En dat maakt het ook interessant. Te meer, daar kan Pirelli niets aan doen. En ook de teams niet. Maar er zijn nauwelijks gegevens. Dus je weet... Maar dat is toch mooi? Ja, dat is hartstikke mooi. En je weet... Dus geen algoritme, gewoon lekker. Precies. Je weet vrijdagmiddag wat er echt staat te gebeuren. En dan, ja, dan kan er ook paniek zijn. En een beetje variatie, een beetje onvoorspelbaar, dat hoort erbij. Maar ja, dat was het altijd wel. Want ik kan me ook nog herinneren dat Ivan Capelli met een March of een Leighton-House... Nee, het was een March, denk ik. Nee, Leighton-House. Gewoon volgens mij Alain Prost in een Ferrari voorbij aan het rijden was. Hè, dus er zijn altijd rare dingen gebeurd daar. Ja, dat ik was daarbij. Ja. Met de Broen. Ja, met de Eurobroen. die ging iets langzamer. Maar dat was de sensatie en het mooie van die race was, hè, dus dat was eigenlijk ook Adrian Newey, die daar met die Leighton House, sensationele auto gecreëerd had. En het mooie ervan was dat ook Enzo Ferrari, die thuis zat te kijken, dacht dat Ivan Capelli het nieuwe grote talent was. Dus die kreeg ook meteen een contract aangeboden. Ja. En dat was hem niet. Nee, het was ook pech. Want Capelli ging toen naar Ferrari. Dat Ferrari echt ook gewoon niet echt het de niet top echt drie. Was. Nee, het nee. niet echt was. Top 3. Daar? Ja. Oh, heel moeilijk. Laat ik zo zeggen. Ik doe daar niet aan mee. Maar laat ik zo zeggen. Deze race is heel in mijn optiek, hè, heel beslissend voor Mercedes. Als Mercedes daar wint, met hun motorpower, dan dan is dat eigenlijk een beetje voorspellen. Winnen ze daar niet, dan moet ik zeggen, dan geloof ik ook niet meer dat Mercedes de beste motor heeft. Ja, met alle verhalen van laadjes en er komt nog wat. Ja, ik heb daar zo mijn twijfel over. Nou, hier komt naar mijn mening een baan met uitstek waar die motor gaat bepalen. En als dat niet zo is, dan denk ik dat Mercedes niet meer het topteam is wat iedereen denkt dat het zou zijn. Goed, en dan gaan we dus ook kijken naar... In dat geval begreep ik ook van een paar mensen die ik ontmoette vrijdag, dat er aardig woordenwisseling tussen, laat ik zeggen, directie en Lewis geweest is. Dat hij matig gepresteerd heeft in... Canada. Ja, dus misschien is hij gemotiveerd. En Mercedes moet het toch echt laten zien. Dus ik zeg dan toch, Hamilton wint. Nou ja, en wie dan? 32, geen idee. Nee. Dat zeg ik ook, Hamilton die gaat winnen. En ik zeg ook dat Max Verstappen op het podium terecht gaat komen. En daar gaan we naar uitkijken en daar gaan we het volgende week over hebben. We gaan nu ook zien hoe goed de nieuwe Honda-motor is ten opzichte van de Renault-motor van Verstappen. Ja, en dan gaan we daar verder over hebben, want dit is natuurlijk ook een saga die inmiddels ontstaat. Met liefdesverklaringen en Marco die zegt wij doen, wij bepalen en niemand anders zet er een tijdslimiet op.
Daar gaan we het volgende week ook over hebben. Helemaal genoeg. Een Grand Prix van Frankrijk die eraan zit te komen. Daar gaan we naar terugkijken. En alles wat we nu net aantippen, gaan we het volgende week ook over hebben. En hebt u een brandende vraag? Zet hem onder het filmpje. En dan komen wij er misschien niet volgende week, maar dan zeker over 2 weken even op terug. Volg ons via social media. En dan zijn wij er volgende week weer. Toch? Ja, absoluut. Veel plezier.